En die hebben dus ook meer ruimte nodig om, ja, om zich te verpoppen en uiteindelijk een dar te worden. Hm. Nou, je ziet ook hier en daar wat darren lopen. Hier zit er bijvoorbeeld één, dat is zo'n hele grote. Ja. Ja, en die darren die doen niks anders dan gewoon wachten tot het mooi weer is. En dan gaan ze een koningin bevruchten in de vlucht. Hm. En één koningin die op bruidsvlucht gaat, die kan paren met 15 darren tegelijkertijd. Maar ze slaat het zaad dan op en ze slaat het zaad op en dan kan ze 5 jaar lang eitjes leggen. En een beetje goede koningin legt 2000 eitjes per dag. Wauw. En dat is meer dan haar eigen lichaamsgewicht. Zo dan. En om dat te kunnen, moet ze natuurlijk, ja, is ze de hele dag alleen maar bezig met eitjes leggen. Dus de werkster bijen die voeren haar. Zaterdag werd voor de 80ste keer de bijen- en honingmarkt georganiseerd door de imkervereniging Dordrecht en omstreken. De vereniging is gehuisvest aan de Reeweg Zuid. En de gemeente Dordrecht heeft plannen om het terrein te verkopen, zodat er huizen gebouwd kunnen worden. Voor de vereniging zou het dus wel eens het laatste jaar kunnen zijn dat de markt op deze plek gehouden wordt. Als het aan ons ligt niet. Wij zouden het liefst minimaal de 100 jaar volmaken. Maar op deze locatie is dat zeer onzeker geworden. De gemeente heeft plannen met dit gebied. En we weten nog niet hoe wij volgend jaar ervoor staan. We weten nog niets. Helemaal afhankelijk van andere partijen. Wij hebben zelf ook initiatief genomen. We hebben wel eens wat suggesties ingebracht van nou daar zouden we bijen kunnen plaatsen of daar zouden we andere activiteiten kunnen doen. De bijenmarkt is ook zo'n activiteit waarvan we straks zeggen nou 80 jaar is inmiddels wel een traditie in Dordrecht. Die zouden we graag voortzetten. En het is onduidelijk waar dat na dit jaar, voor het geval we weg moeten, hè, dat vooropgesteld, waar we dat zouden moeten houden. We hebben een zeer beperkt aantal honing uit hier uit Dordrecht, de directe omgeving, uit de Dordtse Biesbos. En nog wat streekhoning, ook van imkers uit de Alblasserwaard en de Hoekse Waard. En nog wat lintenhoning wat verderop. Is het allemaal eigen kweek? Dat is inderdaad voor 80% is het eigen kweek. 80% tussen Dordtse honing en de streekhoning, dat is allemaal eigen kweek van imkers die lid zijn van de, zeg maar, van de Dordtse imkersvereniging en omstreken. Voor ons is van belang dat we ook eerst weten waar gaan onze bijen heen. Want ja, een bijenvereniging zonder bijen, dat is een probleem. De markt is een probleem, maar ook waar zetten we onze bijen straks? Ja, want je kan niet zomaar een bijenvolk zomaar verhuizen van de ene locatie naar de andere locatie. Alles kan, maar dat is niet goed voor de bijen. En wij hebben daar toch wel geruime tijd voor nodig om zo'n stek goed in te richten. Er zijn gunstige momenten in het jaar wanneer je bijen kunnen verplaatsen. Maar het belangrijkste is, ja, die plekken moeten ook ingericht worden. En daar hebben we tijd voor nodig. Dit is uniek. Dit zie je niet snel meer. Meerdere afdelingen in Nederland zijn ook heel jaloers op ons, op deze plek. En dat zeggen ook de bezoekers vandaag. Dit is zo'n uniek plekje, dit moet blijven. Maar ja, de gemeente heeft momenteel andere plannen.